Kosmische krachten die op de aarde inwerken. Kortom, al de krachten vanuit de sterren en planeten zorgen voor een ingewikkeld samenspel van kosmische invloeden over langere tijdperken, over kortere perioden en op ruimtelijke gebieden op aarde. En dit ingewikkelde samenspel heeft dus ook zijn invloed op het leven van alle levensvormen op planeet Aarde. En samen met de invloed van de Aarde als energiebol bepalen al deze krachten binnen het universum en ons zonnestelsel ook het verloop van gebeurtenissen op de planeet. En daarmee ook op het persoonlijke leven van een individu op aarde. Dus ook op het leven van jou. Het zal je inmiddels duidelijk zijn dat deze grote krachten ook de dynamiek vormen achter de ontwikkeling van de mensenziel als eenheid van lichaam, ziel en geest. En daarom is het zo interessant om deze dynamische patronen achter de evolutie van de mensenziel te leren kennen. En dan bedoel ik niet alleen de grondpatronen van de grote reis van de ziel door de vele levens heen, maar ook de stadia die binnen één aards leven te onderscheiden zijn. Het kennen van deze ontwikkelingspatronen geeft de mens veel inzicht in zijn eigen wezen en waar dat wezen zich op een natuurlijke wijze naartoe wil ontwikkelen. Kortom, dat inzicht in de dynamische patronen binnen de kosmos openbaart een stukje van het levensmysterie. Het leven volgt zijn eigen weg. We hebben erover gesproken dat het leven zijn eigen weg volgt zonder zich een doel te stellen. Wat heeft het dan voor zin voor de mens om tijdens zijn leven steeds zijn eigen doelen na te streven? Gaat niet elk persoonlijk belang van de mens in tegen de natuurlijke harmonie binnen het grote organisme dat universum heet en waar alle levensvormen, dus ook de mens, deel van is? Als dit allemaal waar is, dan vraagt het leven van de mens om nederigheid.
waardoor alles weer zijn eigen natuurlijke plaats en tijd krijgt. En zo weer op natuurlijke wijze meestromend in harmonie komt met het grote geheel. Ken de stroomrichting van het leven. Diep in zijn hart kent elk mens de stroomrichting van het leven. Hij moet deze alleen bewust worden en in concrete situaties leren herkennen. En dit herkennen kun je letterlijk opvatten als opnieuw leren kennen. Het gevoel in je hart is daarbij je baken. Een goede beslissing zal je het gevoel geven dat je op stroom ligt. Dan voelt het namelijk goed. Doelen die niet in overeenstemming zijn met de onderstroom van het leven, maar slechts gebaseerd zijn op egocentrische motieven, brengen het leven als geheel veel schade toe. Het realiseren van dit soort zelfzuchtige doelen vraagt onevenredig veel energie en roept weerstanden op. Van diep in zijn hart weet de mens dat hij niet op de goede weg zit. Het komt hem persoonlijk echter niet altijd goed uit, omdat innerlijke weten tot zijn bewustzijn te laten doordringen. En als hij dat al kan, voelt hij zich vaak niet krachtig genoeg om het in praktijk te brengen. De kracht van het zelfzuchtige ego is namelijk heel sterk. Maar als je de durf zou hebben om werkelijk onder ogen te zien waar je mee bezig bent, is de kans groot dat je vanuit dat ruimere inzicht je onheilzame voornemen laat varen. Tegelijkertijd zul je ervaren dat je beperkte ego dit helemaal niet wil. Het is in dit verband ook erg belangrijk om het onderscheid te maken tussen dit innerlijke weten enerzijds en anderzijds de normen, waarden en leefregels die binnen een bepaalde cultuur of religie worden afgesproken als toetssteen voor zogenaamd juist handelen. In dat laatste geval zijn de leefregels en overtuigingen meestal een product van het beperkte menselijke denken. Andere groeperingen kunnen daar een pakket met volstrekt andere normen, waarden, verwachtingen tegenover zetten. Waar ik naar wil verwijzen zijn niet deze inwisselbare leefregels, maar de universele wetten die aan het leven als geheel ten grondslag liggen en die niet het alleenrecht zijn van één cultuur of één geloofsovertuiging. Neem deel aan de ene natuurlijke stroom.
gezien vanuit de aardse mens, die leeft vanuit de derde bewustzijnstrede van het ego, wordt de derde ervaringsdimensie waargenomen. Ofwel de vertrouwde wereld van de dualiteit met zijn spanningen en stress. Vanuit dit beperkte, maar vertrouwde aardse gezichtspunt kan de mens heel veel dingen niet accepteren zoals ze zijn. De aardse mens zou veel dingen en mensen graag anders zien, omdat hij alles en iedereen vergelijkt met de ideaalbeelden die hij zelf in zijn hoofd heeft gecreëerd en vervolgens tot norm voor zijn omgeving heeft verheven. De ervaringen van deze mens tijdens het aardse leven komen dus voort uit de wijze waarop hij het leven waarneemt. En zonder het te beseffen, leeft en leidt hij zo in een zelfgecreëerde wereld. Echter vanuit het hogere perspectief van de mensenziel, die op de vierde bewustzijnstrede is ontwaakt, wordt de vierde ervaringsdimensie van de ene waarheid waargenomen. Hierin volgt alles onbelemmerd zijn natuurlijke aard, in harmonie met de wetten van de grote natuur. Deze wetten zijn, net als het stromen van water, gebaseerd op de weg van de minste weerstand. Wat is er moeitelozer, spanninglozer en daardoor prachtiger en wonderbaarlijker dan deze natuurlijke werkelijkheid? Die eenvoudigweg is zoals die is, en waarvan jij geen waarnemer, maar waaraan jij deelnemer bent. Wordt doelloos. Het water van de beek bereikt na een lange weg uiteindelijk ook de zee. Toch maakt het water zich daar geen moment zorgen over en het blijft toch in beweging. Het volgen van de natuurlijke beweging van het leven is iets anders dan het leven invullen met het nastreven van het een naar het andere doel. De behoefte van de aardse mens om in zijn leven steeds weer nieuwe doelen te kiezen waar hij vervolgens al zijn energie op in wil zetten,
komt voort uit een groot misverstand. De aardse mens leeft vanuit de overtuiging dat er voor hem als persoon iets te winnen valt. Wat heeft het water erbij gewonnen als uiteindelijk de zee wordt bereikt? Het blijft ook dan nog in beweging, misschien wat trager dan op de berghelling, maar het komt nooit helemaal tot stilstand. Daarbij komt dat er onvermijdelijk weer een moment aanbreekt, dat de stijgende temperatuur het water opnieuw zo ver zal opwarmen dat het opstijgt, waarmee een nieuwe cyclus aanvangt. Het idee van de mens dat hij door het stellen van eigen doelen de stroomrichting van het leven kan beïnvloeden, is een illusie. Beweging is het kenmerk van het leven zelf. In werkelijkheid is het leven gewoon het leven. Je kunt je tegen de bewegingen verzetten door tegen de stroom van het leven in te zwemmen, of je kunt ervoor kiezen je te laten meevoeren met de natuurlijke stroom. In China heeft men het dan over wu wai. Vaak wordt dit vertaald met de woorden doen door niets te doen. Dat wil niet zeggen dat je apathisch in een hoekje gaat zitten en gaat zitten wachten tot het leven voorbij is. Maar het vraagt van je dat je in je handelen actief gebruik maakt van de natuurlijke scheppingskracht en energiestromingen die in elke situatie aanwezig zijn. En je daar ook dus niet langer tegen verzet. Denk aan de zeezeiler die slechts zijn bestemming bereikt door actief gebruik te maken van de natuurlijke krachten van de golven en van de wind. Daar tegenin gaan zet hem op grote achterstand. Dien het leven. Ik zeg niet dat het verkeerd is om doelen te stellen, maar het gaat om het belang dat de mens vervolgens hecht aan het realiseren van zijn doelen. Als een doel in het verlengde ligt van de natuurlijke stroom van het leven, komt het realiseren ervan ten goede aan het grote geheel. In dat geval zal het ook niet veel moeite kosten om mensen mee te krijgen en middelen te vergaren om uiteindelijk het doel te verwezenlijken. Als de mens echter ten koste van alles toch zijn eigen privédoel wil bereiken, ook als dat ingaat tegen de natuurlijke stroom van het leven, dan gedraagt hij zich in feite als een tiran die tegen elke prijs het leven zijn persoonlijke wil oplegt. Het kan niet anders dan dat dit met veel pijn, moeite, verdriet, schade en lijden gepaard zal gaan. En daarbij
moet je niet slechts denken aan het lijden van mensen, maar aan het lijden van het totale natuurlijke leven waar alles onderdeel van is. Het gedrag van grote bedrijven die vanuit een kortzichtig eigenbelang grote kaalslag plegen in het Amazonegebied is te vergelijken met dat van een dictator in Afrika die eveneens vanuit persoonlijk belang de bevolking van zijn land onderdrukt. Of met het gedrag van een individu die onnodig veel vlees eet. Dus dieren onnodig dood, puur omwille van zijn eigen genot. Al dit gedrag komt voort uit het zelfzuchtige ego of lagere zelf, dat de mens onbewust de regie over zijn leven heeft gegeven. En dat vanuit kortzichtig eigenbelang het leven kapot maakt. Ik nodig je uit om wakker te worden en je dwalingen te doorzien en vervolgens de macht over jouw leven terug te geven aan je hart. Want dat is het gebied waar de ziel woont. De ziel als de rechthebbende stuurman, die door zijn eeuwige verbondenheid met God slechts de heelheid dient. En daarmee ook zichzelf, omdat hij daar onderdeel van is. Heb diep vertrouwen. Bid tot mij als je ware zelf. Het goddelijke zelf dat jij als een liefdevolle en niet oordelende gids in je hart meedraagt. Roep mij als je innerlijke gids aan en vraag mij om steun en helderheid in de strijd die je moet voeren om uiteindelijk de eeuwige vrede te kunnen oogsten die je geboorterecht is. In de stem van je hart zul je mijn stem herkennen. En op deze wijze zal ik eeuwig bij je zijn en je levenspad verlichten wanneer jij daarom vraagt. Vertrouw op de stroom van de grote natuur, waarmee je ware zelf, jouw diepste goddelijke bron, in directe verbinding staat en waaruit jij echte liefde, hogere wijsheid en een diep vertrouwen kunt putten. De grote natuur, die je ook de onpersoonlijke God mag noemen, zal je liefdevol dragen en voeden, zelfs door de dood heen. Als je de pijn van het leven toelaat en onder ogen durft te zien, dan zal deze langzaam oplossen en plaatsmaken voor een diepe vrede die je niet meer verlaten zal. Beweeg mee met de stroom. Wu Wei betekent in het Taoïsme handelen zonder te forceren. Soepel handelen.
je actief laten meevoeren met de natuurlijke rivier van het leven. Als je niets verstoort, blijft alles in zijn natuurlijke orde. Het gaat in het leven om dynamisch evenwicht, vredig zijn, speels leven, genieten, gelukkig zijn, deelnemen aan wat er is en aldus ruimte geven aan de natuurlijkheid in alles. Als je dromen in overeenstemming zijn met Tao, als de natuurlijke orde der dingen, dan gebeurt alles vanzelf en wordt je spreken en handelen natuurlijk, spontaan en moeiteloos. Als aardse persoon of ego sta je daar voor een groot deel buiten. Daarom is trots niet gepast. Vanuit het stille centrum in je hart de natuurlijke weg van Tao volgen betekent dat dingen weer heel worden. Betekent leven zonder verzet, zonder lijden. Betekent moeiteloos leven. En om de natuurlijke stroom van het universum, ofwel de goddelijke wil te volgen, is inzicht in de verborgen werkingen van die stroom onontbeerlijk. En deze verborgen dynamiek wordt op energieniveau bewerkstelligd door de 7 kosmische levenswetten. Verdiep je in deze levenswetten. Maak ze je eigen, zodat jij ze in je dagelijkse leven gaat herkennen en ook kunt gaan toepassen. Meditatieve afsluiting door Hildegard van Bingen, geboren in 1098 en gestorven in 1179. Hildegard was een Duitse Benedictijnse abtis en christelijk mystica en is door Paus Benedictus in 2012 heilig verklaard. Nu volgt een visioen uit haar boek Ken de wegen van God. Een gloedvol goddelijk licht. Uit wat je ziet kun je concluderen dat die grote berg met de kleur van ijzer duidt op de kracht en de standvastigheid van het eeuwige rijk van God. Die kan door geen enkele slag of stoot van wankelende veranderlijkheid teniet gedaan worden. En boven op die berg zit iemand van zo'n grote helderheid dat deze je gezichtsvermogen verblindt. Dat laat zien dat hij
die in het rijk van de gelukzaligheid woont en in de schittering van onophoudelijke serene helderheid de hele wereld met hemelse goddelijkheid bestuurt, voor het menselijke denken onbegrijpelijk is. Maar aan weerszijden van hem was een lichte schaduw merkbaar, die leek op een vleugel van wonderbaarlijke breedte en lengte. Dit betekent dat op correcte en passende wijze zachte en milde bescherming aanwezig is. Als tijdens een zalig rechtsgeding een vermaning of bestraffing gegeven wordt. Daar is onuitsprekelijke rechtvaardigheid aan de orde, tegelijk met werkelijk volhardende evenwichtigheid. En voor hem, aan de voet van de berg, staat een gestalte, overal volledig met ogen bedekt. De vreze des Heren bewerkt in de mensen ijver en standvastigheid, om in nederigheid voor Gods aangezicht het rijk Gods voor ogen te houden. Gesterkt door een goede en gerechte levensinstelling. Vandaar dat er bij al die ogen geen enkele menselijke gedaante te onderkennen valt. Het overkomt de aardse mens vaker dat hij Gods gerechtigheid telkens weer vergeet en zeer scherp van zich afwerpt. Zwak als hij is, stelt zijn al te menselijke gewetensonderzoek zijn vermeende waakzaamheid niet ter discussie. En voor de vorige gestalte staat er nog een andere, in de leeftijd van een kind, gehuld in een vale tuniek, maar met witte schoenen aan. Dat betekent dat zij die arm van geest zijn, volgen op hen die vervuld zijn van de vrezen des Heren. Want de vrezen des Heren is in haar nederige toewijding sterker dan de gelukzaligheid van de armen van geest. De armen van geest vindt er geen voldoening in om zichzelf hooghartig op de voorgrond te plaatsen, maar houdt er juist van om zich eenvoudig en bescheiden op te stellen. Haar goede daden verricht zij in stille onderwerping aan God en niet voor zichzelf. Zij is er, als het ware, mee bekleed, als met een vale tuniek. Met deze nederigheid treedt zij trouw in de voetsporen van Gods Zoon. Van degene die boven op de berg zit, daalt zo'n helder licht neer over het hoofd van de knaap, die je naar diens gezicht niet kunt kijken. Dat komt door het feit dat er zo'n helder licht uitgaat van het aanwezig komen van hem, die elk schepsel zo lofwaardig bestuurt. Dat licht is zo intens
dat je met je sterfelijke en menselijke inzicht de betekenis ervan niet kunt vatten. Daarom heeft hij, die de hemelse rijkdom bezit, zich ook nederig aan onze behoeften aangepast. Maar van degene die boven op de berg zit, gaan vele levende vonken uit, die met grote lieflijkheid rond diezelfde gestalten vliegen. Dat betekent dat van de Almachtige God verschillende en zeer krachtige impulsen uitgaan. Die lijken op bliksemschichten vol van goddelijk licht. Zij die echt God vrezen en degene die trouw en arm van geest God dienen, worden er gloedvol door omgeven als hulp en bescherming en om hun zorgen te verlichten.